Nou, we zijn niet een typisch Nederlands groepje, dus niet blonde haren en blauwe ogen. En ja, soms kan daar de sfeer wel gewoon een beetje naar voelen. Ik heb wel eens meegemaakt in een wedstrijd dat het heel duidelijk was. Dek die negen of dek die zwarte. Maar soms zijn het ook hele impliciete vormen. Van die kleine onderhuidse opmerkingjes waar je niet echt een klacht tegen kan doen. Het frustreert toch wel. Dat ik bijvoorbeeld op een hockeyclub kom en dat mensen zeggen van... Oh, dat hoor jij hier wel thuis of wat? Dat zie je niet vaak. Of oh, ik had jou niet verwacht dat jij zou hockeyen. Omdat ik misschien een andere huiskleur had dan alle andere 14 jongens in het team. Wat zou me daar helpen daarin? Ja, ik denk gewoon mensen daarover te leren, mensen erover te blijven vertellen. Dat als diegene zich bewust is wat het dus met iemand kan doen, dat je het de volgende keer dus niet meer grappig vindt zelf ook. En dus niet meer gebruikt. Maar ga naar je eigen kant, man. Echt bewustwording. Een soort toverwoord. Naar je eigen kant, je hoort me goed, toch?